Stef Miracle, Stef Miracle, Stef Miracle, Stef Miracle. Hallo, wie spreekt mij? Hier voor de ruilwinkel van de familie Knots. Eens kijken wat er vanmiddag weer gaat gebeuren. Ah, neef Herbert. Hé, wat heb je daar voor een ding? Een nieuwe vlieger. Prachtig, niet? Nou, hé, dat ding heb je toch niet toevallig achterover gedrukt, hè? Excuseer. Hoe bedoel je? Nou, dat het ding van een kind is en dat je het misschien toevallig gevonden hebt, eerlijk? Nee, heus niet. Wat een belediging, walgelijk. Ik heb hem eerlijk van mijn zelfverdiende loon gekocht. En vertel maar niks tegen mijn collega's van kantoor, hè? Want die begrijpen zoiets toch niet. Hè? Nee, geen wonder, dat zijn we stelletje duffe ambtenaren bij elkaar. Zeg, ik laat mijn club niet beledigen. Adieu. Heb ik weer iets eruit geflapt dat verkeerd aankomt. Ik leer het ook nooit. Verschuwelijk. Hé, laten we nou maar eens gaan kijken of die dat ding nog de lucht in krijgt. Hup, vliegen! Hup! Nou, de wind staat toch goed? Hup, vliegen! Vliegen op! Hup, zeg ik je! Laat mij het maar proberen. Nou, rotknul! Kom eens even hier, dan zal ik jou eens verurineren. Hè? Hij is toch veel te sterk voor zo'n klein knulletje. Kijk nou. Hé, wacht eens. Lekker band. Heeft dat rot knulletje even mijn ventieletje eruit gedraaid. Nou, zie je nou? Grijp hem met je klauw. Doe dan. Waar is hij dan? Oh. Doe dan. Nou word ik toch te gek met dat joch. Ik ga meteen meester Vogel opbellen. Die heeft verstand van vervelende kinderen. Hallo? Hallo? Ja, kunt u meester Vogel voor me aan de lijn krijgen? Ja. Ja, Pietertje heeft vroeger bij meester Vogel in de klas gezeten. Jullie moesten zo'n rotjochinage hebben wonen. Nou, dan zou je flink balen. Je kan niet eens meer je fiets buiten zetten. Hallo? Ja, hier Hansje van de stripboekeraalwinkel. Ja, ja, Knots, ja, ja. Zeg, kunt u alsjeblieft onmiddellijk langskomen, want... Ja, maar dit is een noodgeval! Hallo? Opgehangen. Zeker al onderweg. Lijkt erop dat hij thuis is gekomen dat zijn vader zich er eens mee bemoeit. Ik heb toch ergens een luisterding. Waar had ik dat nou? Met je rug tegen de muur staan. Dan gaan we over tot het verhoren van de verdachte. Wat deed u daarnet? Hey, onkel X, ik heb nou geen zin in die flauwekul hoor. Doe me een lol, zeg. Hij ook altijd met zijn geheime agenten gedoe. Wat is dit voor een geheim wapen? Nou joh, dat is mijn stethoscoop. Een wat? Een stethoscoop, daar kan je van alles door horen. Moet u maar eens eventjes luisteren. Ik hoor duidelijk tikken. Tikken? Alarm! Er zit een tijdbom in mijn lijf als zodanig. Nee, dat is uw hart! Niet zo hard! Mijn hart? Ja. Ik neem dit afluisterapparaat in beslag. Nee. Dat is sowieso verboden en vooral op jouw leeftijd. Ja, maar dan kan ik niet meer horen wat er bij de buren gebeurt. Wat gebeurt er bij de buren? Smokkel? Gijzeling?
Bomaanslag misschien? Nee, Pietertje krijgt ontzettend op zijn donder. En dat is maar goed ook, want hij is ontzettend verwillend. Hij wordt erin gemolesteerd, zeg. Wat zeg je? Dat het Pietertje ontzettend op zijn falie krijgt, dat is maar goed ook. Stop! Wie is Pietertje? En zo ja, hoe kunnen we hem bevrijden? Pietertje is het zoontje van de buren. Ach, hij heeft laatst nog de lamp van uw bromfiets gesloopt. Oh, dat jongetje. Ja, die ja. En die heeft ook Herbers nieuwe vlieger zomaar kapot gemaakt. Stop! Ik weet genoeg. Praat hier met niemand over. Dit moet geheim blijven. Luister naar je moeder. Met hem heb ik ook niks. Heeft hij mijn stethoscoop meegenomen? Wat sneeuw nou toch? Het is toch te erg? Oei, het is zo'n klein knaapje. Nou, het valt er weer te vallen, hè? Ik wil niet veel zeggen, dus ik zeg maar niks. Wat heb je daar in je oren? Een periscoop. En wat? Een bioscoop dan? Een stethoscoop. Moet ik je dan altijd alles voorzeggen? Je lijkt wel een kind die weet ook nooit hoe je iets uitspreekt. Een stethoscoop, zo'n ding waar de dokter je mee naar je laat. Maar doe maar. Hoe kom je trouwens aan dat ding? Onkel X komt binnen. Ik was aan het stofzuigen en dan vraagt hij of ik even een oortje op de buren wil houden. Met de stethoscoop. Ja, dat ding dus. Er schijnt daar een kind gemolesteerd te worden. En omdat ik niet weet wat molesteren is, wil ik even gaan luisteren. Ik wil niet veel zeggen, maar het is heel bar daar. Hoezo? Pietertje wordt heel erg gestraft. Pietertje? Dat ellendige snotterdochie? Ja. Oh, is dat zo kunnen? Eindelijk gerechtigheid. Dat moet ik met mijn eigen oren horen. Mens, wat ben je toch onhandig? Hoe kan ik nou toch luisteren als jij zegt moet stofzuigen? En denk je dat die hond dat prettig vindt? Hm? Hij heeft er nog nooit wat van gezegd. Oh. Ik moet toch ook zuigen? Nou, waarom dan? Ja, anders wordt het hier rommel. Ja, als jij ook de hele tijd met je servies goed loopt, hè, jong leren, dan kan je elk jaar wel grote schoonmaak houden, ja. Ach, oude zemelaar. Ga je nou maar even naar boven. Met tante Til? Ja. Nou, het is weer fraai. Dan word ik ook nog uit mijn bloed ergens naar huis verdreven. Het is weer fraai. Als jij je ook zo nodig met andermans zaken moet bemoeien? Ik hoor het alweer. Jij kunt een oude man geen lol. Je krijgt die ellendige Pietertje eindelijk op de falie. En dan mag ik er weer niet van genieten. Nou. Ik wil niet veel zeggen, maar een beschaafd mens die steekt zijn neus niet in de andermans. Rotzooi. Met een hondje aan de lijn. De vrouw is heel groot, het hondje is klein. De vrouw heeft de been en begint het beest te slaan. Ik zou wel naar haar toe willen gaan, maar ik blijf stokstijf stilstaan op straat. In mijn hoofd klinkt de wijze raad. Steek je neus nooit in andermans zaken. Bemoei je er niet mee. Je hebt met een ander niks te maken. Ook al zit die volgens jou in de puree. Bemoei je er niet mee. Maken ruzie en schelden op elkaar. Ik wil er wat van zeggen, ach vergeet het maar. Iemand rijdt tegen de auto van de buurman aan. Maar ik zeg niet wie het heeft gedaan. Wie waardeert er nog een goede daad? In mijn hoofd klinkt de wijze raad. Steek je neus nooit in andermans zaken. Bemoei je er niet mee. Je hebt met een ander niks te maken. Ook al zit hij volgens jou in de puree. Bemoei je er niet mee. Vechten, dan loop ik maar goed door. Want anders slaan ze mij ook nog, wat koop ik daar nou voor? Ik ben een bange scheider, zoals iedereen. Dus loop ik er met een boog omheen. Maar is dat eigenlijk niet verkeerd? Waarom heb ik dan geleerd? Steek je neus nooit in andermans zaken. Bemoei je er niet mee. Je hebt met een ander niks te maken. Ook al zit die volgens jou in de puree. Bemoei je er niet mee. Als ik alleen maar op mezelf let en alleen maar van mezelf hou, wie let dan op de ander? Wie zorgt er dan voor jou?
hier ben ik. Wat is er gebeurd? Ben je gewond? Nee, hoezo? Is er gevochten of zo? Wat een puinhoop. Oh, dat. Nee. Er zijn een paar kinderen geweest om stripboekjes te ruilen en dan gooien ze de boel altijd gewoon een beetje door elkaar, heel normaal, weet je al. Ja, dat merk ik tegenwoordig op school ook, hè, dat de kinderen zo slordig met andermans spullen omgaan. Dat mochten wij vroeger niet. Nee, u niet, hè? Maar u bent dan ook een stuk ouder dan ik, hè, meester Vogel? Nou, dat valt wel mee, Oransje. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Zeg, jij mag voortaan wel Arend zeggen, hè? En dan ook maar jij. Nou, hier. Arend dan. Leg die staven maar even op de toonbank. Alsjeblieft. Zeg, wat was dat nou voor een noodgeval? Ik ben onmiddellijk gekomen. Ik dacht minstens dat het brand was. Oh ja, ja, dat was ik haast vergeten. Kent u Pietertje? Ken jij Pietertje? Ja, natuurlijk ken ik hem, maar ken u hem? Nee, ken jij Pietertje? Je zou nou toch jij zeggen, weet je wel? Ja, ook dat, ja. Nou, ken je hem of ken je hem nou niet? Hij woont hiernaast, weet je wel. Oh, Pietertje. Ja. Ja, die ken ik wel. Die heeft een jaar of 3, 4 geleden bij me in de klas gezeten. Ja. Was een aardige jongen. Aardig? Helemaal niet. Ik heb alle straten doorklikt, maar ik kon hem nergens vinden. Nee, dat kon kloppen. Hij is meteen naar huis gevlucht. Hij heeft ontzettend van zijn vader op zijn falie gehad. Oh, ja. Zeg, die vlieger is kapot, hoor. Wist je dat al? Meester Vogel, denkt u dat ik blind ben? Hier, helemaal verruineerd. En dat was pas van gisteren. Moet wel een dure geweest zijn, hè? Het was mijn mooiste spelendingetje. En nu... Excuseer. Maar er loopt geloof ik water uit mijn gezicht. Ach, hier. Hier droog je tranen maar. Hier. Komt allemaal door Pietertje. En volgens u zo... Of jou, jij. Zo aardige jongetje. Dat snoezige ventje heeft mijn band lek gedraaid. Ja, ik wou hem slaan, maar hij bleef niet staan. Ja, weet je wat we doen, hé? Eerst dan wachten we hem op in de steeg en dan slaan we hem tegen de vlakte. Ja, ja, zo maar. Ho, ho, ho. Jullie slaan voorlopig niemand tegen de vlakte. Wat zijn dat toch voor de stomme wraakgevoelens? Zoals ik Pietertje ken van vroeger, is dat een aardige jongen. En als hij tegenwoordig dingen vernielt, dan zal dat wel een oorzaak hebben. Hè? Dan gaan wij eens even uitzoeken. En voorlopig houden jullie je kalm, begrepen? Pff, onderwijzer. Ik wist wel dat je er verstand van had, hé, Arend. Maar ondertussen zit ik met de vlieger aan flaren. Naar boven de tante Til. Vraag of je nieuwe krijgt. Oh ja, hè? Dat is leuk. Ja. Maar misschien kun jij toch eerst even geld uit de kassa geven. Dan nee. Kan ik. Oh, nee. Nee. De winkel is van tante Til. Je moet het eerst aan haar vragen hoor. Ja. Ga ik maar. En neem je vliegertje mee, hè? Bewijsmateriaal. Oh ja, want anders gelooft ze me natuurlijk niet. Dan denkt ze dat ik weer zit te zeuren om spelen dingetjes, net als altijd. Maar nu ben ik echt zielig, hè? Nu. Ik hoorde maar niks. Zou die muur die dikker zijn? Zeg, wordt er nog een beetje gescholden op het onderkruipseltje? Hoe zit dat? Hé, hey, hallo, opvoeders daar. Zo gemakkelijk moeten jullie dat ventje niet maken hoor. Wij kregen vroeger wel een donderpreek van een uur en daarna nog een vinkpak slaag met een end hout. Zal ik het even komen voordoen? Nou ja, staan ik dat toch ook in de ruimte te kletsen? Kan me voor zo'n kind gewoon belachelijk te maken. Hier komt een heel zielig persoon binnen. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen, jongen. Dat wist ik al jaren. Hoe bent u het? Ja, nou, die heb ook een straf tegenwindje gehad. Wat doe je dan ook met zo'n ding op straat? Ik wou gaan vliegeren. Vliegeren? Ben jij wel goed bij je hoofd? Oh nee, dat is een overbodige vraag. Vliegeren, je lijkt wel een kind. Die wil ook altijd spelen. Die spelletjes idioten, ze krijgen zo'n hekel en het is dan kinderen. Ja, zegt u maar niks zo, opa. U bent toch ook veel te oud om nog voor doktertje te spelen? Nou. Stiekem het. Ondertussen zitten Hansje en meester Vogel gezellig aan de limonade. Honiekuifje. Wat is er, Hansje? Ben je niet goed? Hm? Wat doe je nou? Ik zal je leren om mijn banden los te draaien, hè? Laat hem los, Hansje! Oh, help een onderwijzer, ook dat nog. Pietertje, thuiskomen, je moeder even met je te bepraten!
Ah, moet je niet vlug naar huis? Je vader roept je. Nee, nee, blijf maar even hier, hè. Wacht nou maar tot die man afgekoeld is. Als die neef Herbert nou binnenkomt. Oh ja, nou begin je hem te knijpen, hè? Ja, die zit al lang weer boven. Kom, ga maar even lekker zitten, hè. Ja, ga hem even leuk in bescherming nemen, zeg. Waarom heb je neef Herbert's nieuwe vlieger kapot gemaakt, hè? Omdat ik ongelukkig ben. Toevallig. Kijk eens, hier heb jij een glas limonade. En dan ga jij ons eens even vertellen waarom je altijd alles kapot maakt, hè? Verveel ik me rot, dan maak ik iets kapot, dat lucht tenminste op. En voel ik me mat, dan verniel ik maar wat, dat helpt me er weer bovenop. Het is denk ik een ziekte, maar wie weet het medicijn. Tegen dat gevoel van ontevredenheid, intussen sla ik alles kort en klein. Intussen sla ik alles kort en klein. Mijn vader beweert, en kijk dan geleerd, dat de wereld vergaat. En mama zegt prompt, dat er oorlog komt. Ze weet niet eens waarom ze zo praat. Het is denk ik een ziekte, maar wie weet het medicijn. Tegen dat gevoel van ontevredenheid, intussen sla ik alles kort en klein. Intussen sla ik alles kort en klein. Wat ik later word, dat weet ik sinds kort. Ze zeggen werkeloos. Wat moet ik daarmee? Ik heb geen idee. Het maakt me moedeloos. Het is denk ik een ziekte, door grote mensen bedacht. Ze zijn de schuld van al die ontevredenheid. Ze hebben het zelf voortgebracht. Ze hebben het zelf voortgebracht. Mijn vader is oud en niet zo benauwd. Hij heeft het nu wel naar zijn zin. En mams denkt bepaald dat ze het nog wel haalt, maar niemand denkt zich nou eens in. Hoe kinderen zich voelen onder al dat nare gepraat. Hoe kun je nou met al die ontevredenheid nog geloven dat het beter gaat? Nog geloven dat het in de toekomst beter gaat? Krijg jij zo'n nieuw vliegertje van me, hè? Ik hoor eens hier, ik ben nergens te beroerd voor, hoor. Nee, een kloddertje hier en een kloddertje daar. Heb ik zo weer 1000 gulden bij elkaar, makkelijk zat. Hè? Wat fijn dat u zoveel geld verdient met schilderen, hè? Anders kon ik wel naar mijn spelen dingetje fluiten. Ja, ach, weet je, de ware kunstenaar die knoeit er maar wat op los, hè? Ja. Ah, het komt van binnen uit de ziel, zeggen ze. Maar het komt gewoon uit de tube, hoor. Wat stelt dit voor? Ja, weet ik veel. Ha, je moet niet zulke moeilijke vragen stellen, hoor. Het is een beetje een kunstige chaos, zal ik maar zeggen. Ja. Chaos? Chaos. Rotzooi. Oh, wacht eens eventjes, zo noem ik dit schilderij. Laat ik het er maar meteen even opzetten, hè. Rotzooi. Zo, voor het geval dat ze niet weten wat ze staan te bewonderen. Ja. Dit schilderij is het symbool van deze tijd. Rotzooi? Inderdaad, rotzooi. Oh, onkel X staat ons te bespioneren op het balkon. Oh. Geen acht op slaan. Nee, no. Hij heet trouwens gewoon Frederik, hoor. Het is wel eens vermoeiend om met zo'n man getrouwd te wezen. Maar ja, hij houdt de spanning daar nog een beetje in. Hè? Kijk, als we onze kunstige eigenaardigheden niet meer zouden mogen hebben, zouden we heel saai en vervelend zijn, moet je maar denken. Wachtwoord! Onkel X meldt zich op het hoofdkwartier. Frederik, lievertje, wat is er? Wil je een bonbonnetje of thee? Hm? Een agentenfunctie drinkt niet. Trouwens, ik heb een belangrijke mededeling te doen. Als jullie nou allebei even luisteren, dan weet ik zelf ook wat het is. Wat dan, onkel X?
Staatsvijand nummer 1, klein formaat, code PIET-ERTJE. Zit die beneden in de ruilwinkel ondergedoken? Dat is Pietertje, die mijn spelendingetje heeft geruineerd. Ik zal niet. Excuseer. Halt! Niemand de deur uit. Laat me even nadenken. Dat kind zit hier beneden in de ruilwinkel, Frederik, is dat waar? Zo waar als ik onkel X heet, Tilletje. Ga ik me even niet op in. Jongens, het wordt hoog tijd dat ik weer eens met de roze verf ga knoeien. Ja, ja, leuk. Met de roze verf, tante Til. Als dat zou kunnen. Zo. En gaat u dan ook weer allemaal schilderen, zodat het echt gebeurt? De muren hebben oren. De vijand luistert mee. Dit moet geheim blijven. Kan het misschien even doodstil wezen, graag? Ja? Nou, ik moet mijn fantasie concentreren. Anders gaat het niet. Oh. Wel alle penselen in een pot vernis. Wat is dat? Een stoorzender? Nee, nee. Een stofzuiger. En mens, en dat hij nou een rustige oude dag. Excuseer. Maar tante Til moet stilte hebben, anders lukt het niet met de roze verf. Ik wil niet veel zeggen, maar het is toch... Hoera, eindelijk rust. Geen hond zou het uithouden bij de herrie van dat zuigding. Hé, hond? Kom eens bij het baadje. Kom bij het baadje. Nou, zie je nou wat je gedaan hebt? Heb je die hond ook nog doof gemaakt met die kaleren, hè, die van je? Ach, ouwe zemelaar, hou je mond dan maar. Oeh, excuseer. In orde hoor, tante Til. Oké, bos. Een kladdertje roze. En een kladdertje roze. Daar. En het spel kan beginnen. Wat zijn we toch gelukkig, hè, mom? Ja, Mien, we hebben alles. Of had je nog wat gehad willen hebben? Ja, slanke taaien. Maar ja, is mijn eigen schuld. Kom van te veel en te lekker eten. Nou, dan neem je toch nog een taartje. Trouwens, zelf lust ik ook wel wat. Mag ik ook een stukje taart? Kind, daar word je toch veel te dik van? Die suiker, dat tas je tanden aan. Die kinderen van tegenwoordig hebben toch al van die slechte gebieden. Oh, er zitten kleurstof in. Nou, daar krijg je vreselijke ziektes van. Jullie eten het toch ook op? Ja, maar wij zijn al oud. Ja, kijk, voor ons is het niet meer zo schadelijk, hè? Maar jij moet gezond blijven voor later. Ja, om hard te kunnen werken. Ach, nou ja, later. Dan zit iedereen toch zonder werk. En zonder gas en olie. En zonder elektriciteit, want dan is het dan ook op, hoor. Oh, en iedereen zit dan tussen de kerncentrales. Hartstikke gevaarlijk, arm kind. Maar dat komt door jullie grote mensen. Jullie zitten alles maar op te gebruiken later. Niks over voor ons later. Dan moeten jullie wat aan doen voor het te laat is. Nou, dat zal mijn tijd wel duren. Hé, mijn sigaar! Ja, en geef jij maar eens het goede voorbeeld heel aan met taart. We moeten bezuinigen, moeder. Oké. Maar dan ga je ook een zetterrecorder, die gaat ook de deur uit. Ja, en dat speelgoed wat hier maar rondslingert, hup. Zo. Alcoholtroep. Weg. Oh ja, en dan gaat die pick-up ook het huis uit. Hup, eindelijk verlost van die walgelijke platen. Hemeland weg. Ja. Bankstel weg, was toch een walgelijk ding. Zo. 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 En de televisie. Nee. Er komt vanavond een spannende voetbalwedstrijd, joh. Ja, en een romantische film. En de hulk. Ja. Nou ja, dan hebben we allemaal niks. Heb het nou niet iets te rigoureus aangepakt? Ach, Mien, je moet het maar zo zien, hè. We doen het voor het kind, zal ik maar zeggen. Ja. Zwaar. Maar ik heb nou al honger. Hè? Zou best wat lusten. Een boterham met de vrede uit kan je krijgen. Van wie heb je die onzin nou weer geleerd? Van jullie. Hé, hoor je me niet? Ik praat al de hele tijd tegen je. Oh, pas in gedachten, geloof ik. Ja, dat is duidelijk. Ik zei, zal ik je even naar huis brengen? Want als je vader nou ongerust is, maar ik ben erbij, dan krijg je niet op je donder. Ja, dat is misschien wel handig. Ja. Zeg, was het niet allemaal in het roze of zo? Wij hebben niks gezien, hè, meester Vogel?
Nee, dat is nou wel gek, want toen ik hier laatst ook was, toen was ik overspannen. En toen dacht ik in het roze. En toen voelde ik me knotsgoed en daarna wist ik precies hoe het allemaal gekomen was. Ja, dat heb ik ook. Wat ontzettend toevallig, zeg. Zeg maar tegen die neef Herbert, als je hem ziet, dat ik een nieuwe vlieger voor ons zal plakken. Zal hij hartstikke fijn vinden. Zeg, wacht eens eventjes. Dan wordt eerst mijn band nog opgepompt, zou ik zo denken. Ik wil trouwens ook mijn ventieletje terug. Huppakee. Ja, eerlijk is eerlijk. Ja. Vang maar dan. Wij gaan. Dag. 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 Arend. Dat is nou het mooie, hè, van de wonderlijke roze verf van tante Til. Dat je er echt iemand mee kan helpen. Maar jongens, die blijft onder ons, hè. Dan hoor ik nu pas van onkel ik dat die Pietertje de hele tijd in de ruilwinkel ondergedoken heeft gezeten. Heb ik de al die tijd in mijn leunstoel met de vijand onder één dak gezeten en dat hoor ik pas als hij naar huis is. En ik had nog een donderpreek voor hem klaar waar hij niet van terug had. Die Pietertje was met mij nog niet klaar geweest, dat bandallekdraaiertje. Hé mens, ik sta met je te praten en je luistert niet eens. Gauw eens, Emela. Luister eens wel. Wat zei je dan? Ik zei dat die Pietertje al die tijd hier beneden in de... En mens! Stef Mikkel, Stef Mikkel, Stef Mikkel. Kno, kno, kno. Stef Mikkel, Stef Mikkel, Stef Mikkel.